Nou, goedemorgen allemaal en dankjewel Job. Ik wil jullie graag deze ochtend wat vertellen over mobiel satelliet internet. En dat is namelijk een van de zaken waarmee ons bedrijf zich het meest bezighoudt. De reden waarom ik dat vertel is dat Job heel dwingend is en die heeft mij gewoon gezegd... je moet een keer wat vertellen over jouw businessplan en hoe het kan dat je zoveel geld verdient met zo weinig megabits. Nou, dat gaan we dus nu doen en ik reken erop dat mijn concurrenten hier ook wat van opsteken. Wie ben ik zelf? Ik ben de eigenaar en de chief architect bij Fusix. Ik heb eigenlijk in mijn studie chemische technologie wat kennis opgedaan van hoe Usenet werkt. En toen kwam Linux ook allemaal een beetje op en dat vond ik eigenlijk veel interessanter dan die chemische technologie. Dus ik heb wel mijn studie afgemaakt, dus mocht je nog interessante ideeën hebben over olieraffinaderijen of zo, kom vooral even bij me langs. Maar ik ben daarna alleen maar in de IP gaan werken. En ja, je ziet waar het toe leidt, dan sta je ineens op een podium. Zo gaat het. Ik wil jullie vertellen hoe het zit met mobiel satelliet internet. En de reden daarvoor is eigenlijk dat ik jullie wil vertellen wat in sommige netwerken op dit moment de state of the art is. Wat de beste techniek is die we ons kunnen veroorloven in sommige netwerken. Want dat verschilt namelijk nogal van zaken die jullie gewend zijn, denk ik. Je hebt niet overal dezelfde bandbreedte ter beschikking en dat beïnvloedt nogal wat je kunt doen als je een IP-verbinding hebt. En ik wil natuurlijk ook graag van jullie horen of jullie nog verdere verbeteringen kunnen verzinnen die we in de netwerken van onze klanten kunnen aanbrengen. Want dit is jullie wereld. Jullie hebben gewoon mensen wiens moeders 40 gig internet hebben thuis. En jullie hebben Juniper MX8080 staan in jullie racks. En jullie hebben een AMSIX die gewoon elke dag weer nieuwe records breekt. Ik zie iets van 40 terabyte of zo, terabit zie ik. Jullie hebben optics die de wet van Shannon volledig verschrompelen. Maar dat heb ik allemaal niet. Dit is mijn AMSIX-poort, beste mensen. Ja, die reactie krijg ik ook vaak op Hekje en al nog. Maar ja, het zij zo. Dit is wat onze klanten doen. En dit zijn pingtijden van een zeer tevreden klant die heel veel geld betaalt en die gewoon tevreden is met de dienst die hij krijgt. Ja, hij heeft geen packet los. Nou, hoe zit dat nou? Je zag in de eerste slide al dat ik BGP-diensten doe voor bedrijven die dat zelf niet kunnen. En veel daarvan, dat zijn distribution partners van een satellietoperator. En die satellietoperator heet Inmarsat. Inmarsat is begonnen als vereniging van landen, een internationale vereniging. Maar dat is intussen een commercieel bedrijf geworden. En die resellen hun satellietcapaciteit aan distribution partners. Zij hebben meerdere geostationaire satellieten. Maar je hebt er altijd drie nodig om de dienst aan te kunnen bieden wereldwijd. Dat laat ik zo nog even zien. En die dienst, die werkt dus gewoon echt overal ter wereld. Of je nou ergens in de woestijn staat of midden in de oceaan. Het maakt allemaal helemaal niet uit. Het werkt overal. Ik zal jullie zo meteen laten zien wat voor hardware je daarvoor nodig hebt. Maar ja, je zag net al aan de pingtijd. De dienst is nou niet bepaald dat je zegt wat we thuis gewend zijn. Maar ja, het motto van mensen die dit gebruiken is... het is alles dat ik heb, het is alles dat ik kan doen. Dus... dat is dan ook maar wat ik doe. En je moet bij de prijzen daarvan denken aan $4-5 per megabyte. En dat is natuurlijk zowel inkomend als uitgaand bij elkaar opgeteld. Dus wees niet bang, je betaalt veel als je deze dienst gebruikt. Hoe ze dat netwerk genoemd hebben, dat zal jullie ook wel een lachje gaan daar zullen jullie ook wel om moeten lachen. Dat is BGAN, het Broadband Global Area Network. Ja, jullie dachten we hebben een LAN en een WAN. Nee jongens, er bestaat ook een GAN. En dat heeft Inmarsat uitgevonden, het Global Area Network. En Broadband, B, die betekent 492 kilobit, up en down. Ja, en dat heb je in drie smaken. Je kan BGAN gebruiken op land... dan heet het gewoon BGAN. Dat is lekker makkelijk, want ja, dus niet. Het netwerk zelf heet BGAN, maar de landdienst heet ook BGAN. Dus om het eenvoudig te houden. Je kunt het ook op een schip gebruiken, dan heet het Fleet Broadband.
Of je kunt het op een vliegtuig gebruiken en dan heet het Swift Broadband. Het is gewoon puur commercieel dat ze het allemaal verschillende naampjes hebben gegeven. En dat BGAN-netwerk, dat is eigenlijk gewoon een 3G-netwerk. Er is niks bijzonders aan. Het is gewoon een 3G-netwerk, maar dan met satellieten in de Radio Access Network. En voor de rest is het hetzelfde. Dus zo'n Inmarsat heeft zo'n STSN, zo'n GTSN. En dan komt de IPsec-tunnel vandaan naar de distribution partner. En de distribution partner heeft radioservers die zorgen voor de IP-adressen. Het is precies hetzelfde als op je mobiele telefoon. En de Maarten Bolle bijvoorbeeld, die weet daar ongetwijfeld veel meer van dan ik. Want die doet echt wat met het 3G-netwerk en ik niet. Maar het is hetzelfde als op land in ieder geval. Daar komt het op neer. De BGAN-dienst gebruikt frequenties uit de L-band. Dat betekent 1 tot 2 gigahertz. En je zal straks zien dat bij de opvolger die frequentie veel hoger ligt, waardoor de snelheid ook veel hoger kan worden. IPv6 op BGAN, moest ik natuurlijk van Nathalie even noemen. Niet mogelijk, dat wil zeggen, ze hebben wel in het lab hebben ze het ergens een keertje aan de praat gekregen, maar dat was het dan ook. Ik heb wel een jaar of 10 geleden samen met Job, misschien is het minder dan 10 jaar geleden, maar in ieder geval lang geleden, 7 zoiets, hou het op, hebben we IPv6 over BGAN gedaan door middel van LISP natuurlijk. Hè? Je wist het, als Job zich ermee bemoeit, dan wordt het LISP. En dat kan natuurlijk, maar ja, dan heb je, ja, dat is niet native. Wat heb je voor hardware nodig om dit te doen? Je hebt een user terminal nodig, een UT noemen ze dat. En ik heb hier 3 van die dingen staan zoals die op land gebruikt worden. En die zijn ongeveer, ja, ik heb straks een plaatje waarop je duidelijker kan zien hoe groot die precies is. Maar die zijn zo groot als een boek ongeveer. Je klapt hem open, je richt hem op de satelliet met een ingebouwd kompasje. En dan werkt het in feite. Op de terminals, op de kleinste, daar zit gewoon een ethernetpoort. En een analoge telefoonlijn van RJ11, waar je gewoon een analoge telefoon in kan pluggen. En dan krijg je Keystone en dan kan je mensen bellen. En je kan gebeld worden op +870 bla 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 bla, $1.45 per minuut. Of zoiets. En de ethernetpoort, daar kun je natuurlijk gewoon je switch of je hub of je Cisco Lisp router op aansluiten. En dan is alles helemaal hunky-dory. De grotere modellen die hebben dan ook wifi en bluetooth en meerdere ethernetpoorten. En die kun je ook meerdere contexts mee opzetten. Want het is natuurlijk hoe groter de antenne, hoe groter de snelheid wordt. Met dit kleinste modelletje dat je in principe gewoon in je rugtas kan meenemen. Daar is de snelheid wel beperkt tot een 300 kilobit ongeveer. En met die grote haal je dus de volledige 492. De volledige 492. Met Fleet Broadband heb je zo'n koepelantenne waar dan een antenne in zit die zich automatisch op de satelliet richt. Op een gyroscoop staat die geïnstalleerd, daar heb ik straks nog een plaatje van. En op een vliegtuig wat toch boven de wolken zit, daar zit gewoon een omnidirectionele antenne opgeschroefd. Want dan maakt het allemaal niet meer uit, ik kan de satelliet toch altijd zien. En daar heb ik ook zo meteen een plaatje van. Nou, om een indruk te geven hoe groot zo'n unit nou precies is, hebben we hier onze voorzitter in zijn zomerhuisje zonder internet. Nou, hij had een heel zielig verhaal bij me opgehangen. Dus hij is op stap gegaan met een Explorer 700 unit. Om toch tijdens zijn vakantie nog van internet te kunnen genieten. Zo groot is dat ding ongeveer. Nou, jullie begrijpen al, als de dienst tot dit beperkt zou zijn, dan zou het niet helemaal een commercieel succes zijn. Ja, hoewel, als het alles is dat je hebt. Maar er komt een opvolger van BGAN. En die opvolger heet Global Express. Dat begint er toch wel wat meer op te lijken. De snelheid die gaat omhoog. De eerste pakketten die nu worden aangeboden die zijn 2 tot 4 megabit per seconde. Maar dat gaat omhoog naar ongeveer 10, 20 megabit per seconde. En ook qua manier waarop het afgeleverd wordt bij de distribution partners is het veel moderner. Want het is gewoon echt een ethernet gebaseerd netwerk waarop je VLAN's krijgt. Je kan verschillende klanten in een apart VLAN stoppen. En je kan zelfs, en dat is echt heel, dat hebben ze echt wel mooi gedaan, je kan zelfs vanaf de terminal, dus vanaf zeg maar de unit die je zag, BGP-sessie opzetten met een routertje dat je erachter hangt. En dan wordt automatisch het subnet, dat routertje dat erachter hangt, announced, wordt automatisch weer aan jou announced op jouw interconnect. Dus je kan eigenlijk naar elke klant een subnet routeren, whatever
Het maakt niet uit, je krijgt het allemaal binnen. Dat hebben ze wel goed bedacht. Het nadeel van Global Express is, het gebruikt een veel hogere frequentieband, 20 tot 30 gigahertz. Daardoor kan de snelheid ook omhoog. Maar het nadeel is dat er nogal wat gevoeligheid is voor regen. Dus als het regent, dan schakelt deze unit terug naar BGAN als backup. En dan heb je dus je 492 kilobits weer terug. En dan denk je van, nou ja, goed als het regent, maar het moet natuurlijk op twee plekken niet regenen. Want het moet niet regenen op de plek waar jij bent, maar het moet ook niet regenen op de plek waar het grondstation staat. Want het signaal gaat natuurlijk van jouw terminal naar de satelliet, naar het grondstation. En als het bij het grondstation regent, dan hebben dus alle gebruikers geen Global Express meer. Dus Inmarsat is actief op zoek naar locaties in de wereld waar het niet regent. En waar ze toch liefst dekking hebben van zoveel mogelijk van die satellieten. Dus als jullie nog een plek weten, dan houdt Inmarsat zich aanbevolen. Voor BGAN is het grondstation is een van de grondstations in Burum, hier in Friesland. Maar vanwege de regenoptie is dat voor Global Express niet in de picture meer. Toen ze begonnen met de ontwikkeling van Global Express, toen heb ik een van de ontwikkelaars gevraagd, joh, je weet toch wel zeker dat dat ook IPv6 gaat doen? Toen zeiden ze, yes, 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 of course, of course. Nou, intussen heb ik de eerste units in productie gezet en ik wachtte met smart op het IPv6 checkboxje en dat zit er dus niet in. En dat heeft ook voorlopig geen prioriteit. Dus daar moet nog aan gewerkt worden, Nathalie, als je dit hoort. Het spijt me. Hoe zit dat met dat geostationaire verhaal? Nou, hier heb je een plaatje van de drie satellieten die het BGAN-netwerk mogelijk maken. Dat zijn satellieten van de Inmarsat 4-generatie, dus die noemen ze ook wel I4. En je ziet dat elke satelliet een deel van de wereld bedekt. Behalve de polen, de Noordpool en de Zuidpool. Daar kan je met dit geostationaire systeem dus niet bij. En dat komt eigenlijk ook vooral omdat die satellieten hangen boven de evenaar. En de aarde is natuurlijk bol. Dus het signaal dat van de satelliet komt, die spotbeam, dat moet naarmate je zuidelijker of noordelijker komt, moet dat signaal over een steeds groter oppervlak verspreid worden. Dus er is gewoon letterlijk niet voldoende signaal meer aan de polen om dit mogelijk te maken. Er zijn natuurlijk wel andere netwerken die dit wel kunnen, zoals Iridium, want die hebben die 66 satellieten die in een gigantisch ingewikkelde banen rond de aarde vliegen op maar 300 kilometer hoogte. En daarmee kan je wel op de polen bellen en internetten, zij het weer veel langzamer. Omdat die weer, dat is dus ook een prachtig verhaal, dat is misschien voor de volgende keer als het over Iridium, als ik het daarover mag hebben. Maar Iridium heeft één grondstation in de wereld en het signaal gaat dus van satelliet naar satelliet naar satelliet naar satelliet naar satelliet naar satelliet. Dat gebruikt een soort OSPF tussen die satellieten, echt waar. En dat heeft dan één grondstation, dus dat is een beetje, dat is een heel ander verhaal, maar het werkt tenminste wel op de polen. Deze jongens, die I4's, die hebben dus als grondstation Burum in Friesland met een backup in Fucino, Italië, dat voor als het hier uitvikt of zo, ik weet het niet, of als de Nederlandse overheid ineens beslist dat het afluisterstation, zoals ze dat dan noemen, dat dat toch niet mag. En het tweede grondstation zit heel strategisch op Hawaii. En dat is niet om de engineers daar een leuke tijd te geven, maar dat is zoals je ziet, dat het, omdat die dan twee satellieten tegelijk kan dekken. Dus dat scheelt investering, want ze hebben nu eigenlijk, ja, ze hebben drie grondstations, maar ze hebben er één minder nodig dan er anders nodig zou zijn. Die satellieten die hangen in de Clark Belt, dat is 36.000 kilometer grofweg boven de evenaar. En ja, een radiosignaal verplaatst zich door middel van de lichtsnelheid in een vacuüm. Dus dat verklaart waarom die pingtijd zo hoog is. Want 36.000 kilometer heen, 36.000 kilometer terug, grondstation, internet. En dan wat van internet terugkomt, weer 36.000 kilometer heen, 36.000 kilometer terug. Dus het signaal moet 144.000 kilometer afleggen. Maal de lichtsnelheid. Nou, daar komt het grootste deel van die seconde pingtijd natuurlijk vandaan. Maar nogmaals, als het alles is dat je hebt, dan ben je tevreden. Nou, wat zijn nou
typische zaken die ik tegengekomen ben bij het implementeren van satellietnetwerken voor onze klanten. Om te beginnen. Satellietmensen hebben geen verstand van IP. Hebben ze nooit gehad ook. In de jaren 60 zijn ze natuurlijk begonnen met die satelliettoestanden. En toen hebben ze geen aandacht besteed aan het internet en wat dat zou kunnen zijn. En ook vandaag komt het nog voor dat mensen een nieuwe dienst verkopen, waarbij er een ISDN-lijn aangelegd moet worden in het grondstation, omdat dat de manier is waarop het signaal naar de eindklant gaat. En ik weet ook niet waarom dat niet gewoon via internet loopt, via een VPN of wat ook, maar dit is gewoon de status op het moment. Dat betekent dat het heel moeilijk is voor mensen zoals jullie en ik om aan zo'n bedrijf duidelijk te maken wat je nou eigenlijk allemaal nodig hebt als je een IP-netwerk hebt. En dan heb ik het niet over hoeveel routers je nodig hebt en hoeveel radioservers, maar meer over de randzaken. Hoe ga je om met abuse? Hoe hou je je logs bij? Wie had welk IP-adres op welk moment? Daar hebben zij allemaal helemaal geen kaas van gegeten. Dat is een belangrijk verschil tussen zo'n satelliet-internetprovider en jullie die hier tegenover mij zitten. Wat ook wel grappig is, dat is dat ze in die satellietwereld heeft nooit iemand er rekening mee gehouden dat als je je klant eenmaal een IP-adres geeft en aan internet koppelt, dat hij dan ook wel eens diensten bij een ander zou kunnen gaan kopen. Want ze dachten altijd van, nou ja, maar die klant, dat is toch mijn klant, dus die belt toch via mij? Nou, nee dus. Want er zijn zelfs VoIP-providers die zich specifiek richten op satelliet-internet met wat optimalisaties hier en daar. En zelfs bij die $4-5 per megabit, per megabyte, sorry, kan het nog steeds goedkoper uitpakken om via VoIP te bellen. Hadden ze nooit rekening mee gehouden. Hier zie je zo'n terminal voor op een schip. Dat is dus zo'n koepel waar die antenne dan in zit. En dit is de below decks equipment. Ja, dat is 19-inch rack mount, want de meeste schepen hebben gewoon een server rack aan boord. Met de airco en de UPS en alles. En sommige schepen hebben zelfs een hele serverruimte. Dat wist ik ook niet, maar het is zo. Wat is er moeilijk aan het supporten van schepen? Dat is dat de kapitein van zo'n schip eigenlijk dat schip gewoon moet varen. En die heeft geen tijd om zijn computer te fixen. Dus de enige tijd dat je zo'n schip kan supporten, dat is als het in de haven ligt. Bij vliegtuigen is dat niet zo. Dit is een antenne van een vliegtuig. Dit ding is een klein metertje lang. Dat wordt gewoon bovenop een vliegtuig geschroefd. En dit is de LRU, de Replaceable Unit. Line Replaceable Unit, dat is hem. Die wordt in het rek geschoven in het vliegtuig en dan heb je satelliet internet. En daar is het eigenlijk een beetje andersom. Kijk, deze dienst heeft natuurlijk niet genoeg bandbreedte om op lijnvluchten naar Amerika aan 400 passagiers internet te bieden. Dus daar wordt het ook echt niet voor gebruikt. Het wordt wel in de VVIP, dus de Very, Very Important People markt wordt het gebruikt. Oliesheiks, presidenten, noem maar op. En die verwachten dat het gewoon altijd werkt natuurlijk. Die willen gewoon alles kunnen blijven doen wat ze normaal doen. Ook software updates van hun iPhone, dat moet geen enkel probleem zijn terwijl ze aan het vliegen zijn. Want ze willen gewoon door kunnen blijven werken. Nou, dat maakt het ook nog interessant. Een heel belangrijk aspect waar ik zelf nooit rekening mee had gehouden toen ik hieraan begon, omdat ik altijd alleen maar met wired internet bezig was, dat is unwanted traffic. Als jij een van onze klanten gaat pingen, dan is de kans groot dat die klant de maand erna bij support aan de lijn hangt om te klagen dat zijn rekening zo hoog is, omdat iemand hem gepingd heeft. En dan wil die dus geld terug. Wat eigenlijk nog veel erger is, dat is dat veel klanten om kostredenen weigeren om een firewall aan boord van hun schip te zetten, want dat kost geld. En dat als zij dus iets hebben aan boord dat probeert een verbinding op te zetten, dan gaat dat dus eerst via de satelliethub naar het grondstation en dan wordt het pas in het datacenter op de firewall geblokkeerd. Maar dit verkeer wordt natuurlijk wel op de rekening gezet. En dan zeggen zij, ja, maar ik heb helemaal geen Skype gebruikt. Nee, maar je hebt wel 4000 keer geprobeerd om Skype te gebruiken. En dat gaat er dus ook niet in bij dat soort mensen. Dat is het unwanted traffic probleem. Je hebt ook mensen die nemen gewoon hun laptopje mee voordat ze 3 maanden op een schip gaan zitten. En die laptop is hartstikke geïnfecteerd met allerlei virussen.
En die gaat dus proberen om verbindingen te maken. Nou, daar heb ik wel wat voor gemaakt op de DNS-recursors. Dat we een beetje kunnen zien wat er eigenlijk gebeurt. Hè. Als iemand bijvoorbeeld deze domeinnaam oproept, die intussen gewoon redirect naar sinkhole.sidnlabs.nl. Dus die doen daar dan wat mee, neem ik aan. Maar dus dat je je niet afvraagt waarom resolve je dat nog als het zo slecht is. Maar dit zie je dus in de DNS-logs terug. En je weet gewoon zeker dat iemand die deze query doet, die is geïnfecteerd. Dat kan je gewoon vinden overal. Die domeinnaam geeft aan, je hebt dat virus te pakken. Maar ja, die persoon heeft wel dat virus te pakken 3 maanden lang. En die gaat dus geen software-update doen aan boord van het schip. Want dat is te duur. De firewall aan boord, die lost dat allemaal wel een beetje op. Het was altijd zo dat op schepen dat niet werd gebruikt. Dat komt wel meer en meer in zwang op dit moment. Vooral ook omdat de firewall aan boord meestal ook een cache krijgt. Een SSD'tje erin dat dat images opslaat. En een vouchersysteem voor crew welfare. Nou, crew welfare is natuurlijk een eufemisme voor iets dat de crew graag doet in hun vrije tijd. Dan is er nog een heel erg interessante zaak met dat satellietverkeer. Ik heb ooit tegen Inmarsat gezegd, jongens, jullie hebben die 2 grondstations en een klant moet opnieuw inloggen. Want als die uit de dekking van de ene satelliet gaat, de dekking van de andere satelliet in, ja, dan moet hij een ander IP-adres krijgen. Want zij hadden dus daar een IP-range en daar een IP-range bedacht. Ik zeg, kunnen jullie niet op allebei de GTSN's gewoon dezelfde APN's aanmaken? En dan met BGP ons vertellen welke klant waar is. Nou, dat vonden ze een goed idee. Daar hebben zij uiteraard vervolgens weer een product van gemaakt waarvoor geld gevraagd wordt. Dat heet Global IP. Ik moet daar beter in worden nog, dat dingen commoditizen, maar goed. En dat betekent dus dat als een klant verhuist van de ene naar de andere satelliet, dat zijn slechts 32 met hem mee verhuist. En dat betekent dus weer dat het Amerikaanse leger op missie in Afghanistan gaat naar google.com en krijgt google.ru. Want één IP-adresje verderop zat toevallig net een Rus die een boek besteld had bij Amazon en of zo. En toen had Google bedacht dat die slash 24 dus Russisch was. Dat zijn prachtige zaken. Ik, als ik een dubbeltje had gekregen voor elke keer dat ik hoorde iemand zeggen, I want a US-based IP-address. Nou, jullie lachen er allemaal om, maar als ik een dubbeltje had gekregen, had ik hier niet meer hoeven staan. Ik heb zoveel keer uitgelegd hoe dat werkt met IP-adressen en dat er no such thing is als een US-based IP-adres. Maar uiteindelijk worden die klanten dan toch ook, of werden, want het kan nu natuurlijk niet meer, maar die werden toch ook RIN-member, want die wilden echt per se US-IP-adresses hebben. Dan zijn er nog allerlei TCP-tweaks mogelijk natuurlijk. Je kunt je window size veranderen. Er is een TCP-accelerator-service die elke connectie die je doet in 2 splits. Dus 1 snelle, normale verbinding zeg maar op het landstuk. En dan een verbinding tussen die proxy en de eindgebruiker waarop de windows flink zijn opgeschroefd en de slow start is uitgeschakeld en noem maar op. Allemaal om het een beetje sneller te maken. En er zijn ook commerciële aanbieders van producten die een beetje webmailachtig zijn. Waarmee mensen dus eerst alleen wat zij dan de headers noemen. Maar dat zijn natuurlijk niet de mailheaders. Maar het is gewoon van wie het komt en wat het subject is. En dan kunnen ze aanvinken welke mails ze eigenlijk precies willen downloaden. Dus er zijn allerlei zaken om het dataverkeer te beperken. Nou, de mooiste, dat is deze. Dat is forced routing. Want je begrijpt natuurlijk al, als jij de hele wereld rond kan stappen met zo'n satellietterminal in je rugzak en overal zomaar kan communiceren, ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dan werken we de terroristen natuurlijk wel heel erg in de hand. Dus dat verkeer moet afgetapt worden. En sommige landen doen dat nog redelijk praktisch, zoals Amerika. Die zeggen gewoon, ja, iedere satellietterminal die zich op ons grondgebied bevindt, daarvan moet het verkeer ook op ons grondstation landen, zodat wij dat allemaal kunnen mirroren en sniffen en inspecteren. Andere landen die willen echt dat het verkeer fysiek door hun land gaat. En dat zijn bijvoorbeeld China, Rusland en ook Australië. Dus wat gebeurt er als jij in Australië bent met je satellietterminal? Dan gaat het verkeer dus van jouw terminal naar de satelliet, naar het grondstation in Burum.
naar Telecity 1, dat is dan het datacenter waarop het allemaal getermineerd wordt. Vandaar naar de firewall die in Sydney staat. Van Sydney weer terug naar Telecity 1. Dan het internet op. En wat er van internet terugkomt, gaat de andere kant op. Dus de latency is ongeveer 2 seconden. Mijn tip. De locatie wordt alleen vastgesteld op het moment dat je je sessie start. Dus als je naar Australië vaart, in je bootje, start de sessie even buiten de territoriale wateren. En houd hem open. Dat scheelt je gewoon 500 milliseconden. Wat gaat er nou gebeuren in die satellietwereld? Nou, we hebben natuurlijk Global Express. Dat is belangrijk, want dat verhoogt de snelheid en dat maakt de user experience dus een stuk beter. Wat we verder zien, dat is dat er komen steeds meer mooie geavanceerde firewalls natuurlijk. Palo Alto's zijn heel populair onder satellietproviders. Want daar kun je bijvoorbeeld wel Skype audio en video mee blokken, maar niet Skype chat. En iemand die wel eens Skype heeft geprobeerd te blokkeren op een firewall, die weet hoe lastig dat is. En die Palo Alto, die kan dat. En die zie je dus steeds meer voorkomen. Helaas kunnen klanten ook heel mooie rapporten opvragen vanuit zo'n firewall en dus weer om meer creditnotes vragen, creditnota's, omdat ze willen geld terug. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, als je nou dit verhaal hoort, of er mensen zijn die zeggen van, nou, maar waarom doe je niet zus, waarom doe je niet zo? Dus als ik misschien nog 45 seconden heb voor de vragen zometeen, dan houd ik me aanbevolen voor jullie suggesties wat dat betreft. Als conclusie zou ik zeggen, ja, dat mobiel satelliet internet, wat ik dan doe voor een aantal Inmarsat distribution partners, dat moet je echt alleen maar doen als je niks anders hebt. Kijk, dat Job nou in zijn zomerhuisje zo'n ding heeft gebruikt ooit een keer. Ja, goed, dat is Job, hè? We kennen hem allemaal. Maar normaal gesproken zou je dit niet een normale dienst vinden waar je geld voor betaalt als je zelf thuis een fiber to the home van 100 megabit symmetrisch hebt. Verder is er nog steeds heel veel educatie nodig onder de mobiele satelliet internet providers van wat een IP-netwerk eigenlijk is. Nou, ik doe natuurlijk graag een bijdrage aan het opleiden van deze mensen tegen uw tarief. Het is heel moeilijk om de eindgebruikers te pakken te krijgen van die satellietproviders, want die zijn onderweg en die hebben geen verstand van computers. Het moet gewoon werken. En voor jullie ook, als je content provider bent, is het dus belangrijk om te weten dat er op deze wereld nog steeds mensen zijn die, als zij een website opvragen, de plaatjes gewoon helemaal niet zien. Of de plaatjes heel blokkerig zien. Met een dingetje eroverheen van, if you want to see this picture for real, click here, it will cost you, bla bla bla. En dat gebeurt dus echt nog steeds, ook vandaag. Dus denk niet dat al je mooie optics en dark fibers en AMSIX poorten van terabits groot, dat betekent dat het internet tegenwoordig onbeperkt snel is. Er zijn nog steeds mensen die het een stuk minder hebben dan wij allemaal. En ja, ook de wetgever die af en toe nog een duit in het zakje wil doen door het allemaal nog een beetje erger te maken dan het per se zou moeten. Ik wilde eigenlijk vragen of er nog mensen zijn die heel slimme technische suggesties hebben die ik weer als product kan gaan verkopen zometeen. Mag ook bij de koffie anders. Of andere vragen, dat mag natuurlijk ook. Christian. Niels. Wacht even, Chris. Oh, ja, voor de benefit of the viewers at home. Dankjewel Niels voor je verhaal. Een week of twee geleden was er een nieuwsberichtje van een Russische crime gang die satellieten gebruikte voor hun command and control. Omdat ze daarmee de fysieke locatie helemaal konden verbergen. Ja. Dus ze stalen credentials van iemand en dan gingen ze ergens in het Midden-Oosten tot aan Rusland zitten, zeg maar, om hun command and control te runnen. Weet jij of daar iets aan gedaan wordt / aan te doen is? Nou, wat ik je met zekerheid kan vertellen, dat is dat de locatie van de eindgebruiker alleen bekend is bij Inmarsat. Dus bij de satellietoperator. Zij sturen de locatie niet door naar de distribution partner. Dus als daar iets aan gedaan wordt, dan moet dat eraan gedaan worden door Inmarsat. En ik weet persoonlijk niet of ze dat doen. Maar ik zal op de eerstvolgende network planning meeting van Inmarsat in oktober eens eventjes voorzichtig aan de orde stellen of ze dat misschien doen. Ja. Arndt. Hoi.
Als ik het goed begrijp, zit er dus een GPS-module in de terminals die aangeeft waar de terminal zich op dat moment bevindt, zodat je dus binnen het territoriale water. Oké. Nee, dat verklaart het. Ja. Dat was een vraag van mij. Dankjewel. Laatste vraag. Als je weet dat er zoveel internetverkeer wordt afgetapt, heb je statistieken over hoeveel mensen dan VPN-verbindingen opzetten of encryptie? Heel veel. Want wat er gebruikt wordt, kijk, ik heb niet statistieken, ik kan je niet zo even een grafiekje laten zien, maar de typische use case hiervoor is dat een gebruiker of dat een schip een VPN heeft naar hun hoofdkantoor, waarmee ze weerrapporten en andere dingen binnenkrijgen die belangrijk zijn voor het, ja, voor de goede koers van het schip. En dat gaat eigenlijk altijd over een VPN. Dus ik denk dat net als op het normale internet, zoals jullie dat allemaal kennen, dat aftappen eigenlijk meer een politieke zaak is dan dat je er echt terroristen mee tegenhoudt. Niels, dankjewel.